Kijkers, welkom bij de eerste aflevering van ons programma In Gesprek Met voor het jaar 2024. Daarmee wens ik u namens het team van In Gesprek Met een gelukkig nieuwjaar en we hopen voor u dat dit jaar vreugde en succes voor u mag brengen. In deze aflevering gaan we praten met enkele vertegenwoordigers van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS. En met hun gaan we praten over hoe het jaar 2023 is verlopen voor de organisatie. Nogmaals welkom mevrouw Artis en mevrouw Frans in ons programma In Gesprek Met. We doen vandaag een terugblik van de organisatie FITS over het jaar 2023. Hoe is het jaar voor jullie gelopen? Oké, ook een goede dag aan alle luisteraars en kijkers. Voor de FITS is het een hele bijzonder jaar geweest. En waarom is het bijzonder geweest? Omdat we onze missie in Suriname voor alle inheemse volken wat betreft wettelijke erkenning en respect voor onze rechten, dat we die missie hebben voortgezet. Het is wel niet zo makkelijk gegaan. Al heel vroeg in het jaar hebben we een hele dieptepunt bereikt waarbij er in de gemeenschap Pikin-Saron protestacties gaande waren en we hebben twee broeders in die strijd verloren. Dus dat was een dieptepunt voor ons, maar desondanks is de missie van de FITS voor wettelijke erkenning, bescherming van onze rechten, voortgegaan. En we willen dan binnen dit gesprek de brede samenleving verder daarover informeren. We zijn nog niet bij het eindpunt en dat is dat we inderdaad de wettelijke erkenning en bescherming hebben van onze rechten, maar we werken nog dag en nacht aan deze belangrijke doelstelling voor alle inheemse volken in Suriname. Ja. En mevrouw Artis, in een persbericht heeft de FITS aangegeven hoe het jaar eigenlijk is verlopen voor de organisatie en voor de inheemse volkeren in Suriname. Een belangrijk punt in het persbericht is dat jullie hebben aangegeven dat enkele gebeurtenissen de veiligheid van de inheemse in het geding heeft gebracht. Hoe kijk je daarop terug? Ja, dat is inderdaad zo en dat is best wel jammer. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Pikin-Saron, ik wil het op die manier kenschetsen, zijn er vaker uitspraken gedaan door politici, door vooraanstaande Surinamers die de samenleving bereiken, waar uitspraken zijn gedaan dat inheemse criminelen zijn, dat inheemse eigenlijk niet in staat zijn hun eigen samenlevingen veilig te houden. En dan gaat het meer richting traditioneel gezag misschien. Zijn er andere van dat soort uitspraken gedaan. Maar is er ook opgetreden op een manier waarbij samenlevingen op dit moment zeggen is onze veiligheid wel gegarandeerd. Dat geldt voor samenlevingen, dat geldt voor het traditioneel gezag. Maar dat geldt ook voor individuen in die samenlevingen die zich proberen uit te spreken om op te komen voor hun rechten. En dat is natuurlijk heel triest, want wij zijn allemaal Surinamers en elke Surinamer moet zich veilig voelen in haar of zijn woon- en leefomgeving. En wij hebben gemerkt binnen FITS dat er nu sprake is dat niet alle inheemsen zich even veilig voelen in hun dorp, in hun samenleving of waar ze zich begeven. Ja, en natuurlijk heeft dat niet alleen te maken met de gebeurtenissen van mei vorig jaar, maar ook andere zaken. Wat zijn die andere zaken? Ja, er zijn ook andere zaken. Er zijn in het artikel is ook sprake van bijvoorbeeld grondroof. Als u in de stad woont en u woont in een huis en u denkt dat dat huis van u is, u heeft dat huis gekocht en heeft dat perceel gekocht en van de een op de andere dag komt er bijvoorbeeld een bulldozer en die zegt van, nou die zegt niet eens wat, die gaat gewoon de schutting verwijderen, want de straat waarin u woont moet misschien verbreed worden. Dan accepteert u dat ook niet. U woont in een huis en u gaat zich ook onveilig voelen. En u denkt dat u in dat huis veilig bent, maar dat blijkt dan niet zo te zijn.
Nou, dat zijn zaken wat in inheemse gemeenschappen, in inheemse gebieden gebeuren. Van de een op de andere dag, in dit geval bijvoorbeeld, zijn er dan geluiden in eerste instantie dat er landbouwers uit andere gebieden, uit het buitenland vaak, naar gebieden gaan die gelegen zijn in gebieden van inheemse en ook tribale volken. Dat is heel erg angstaanjagend, want zeker als je dan hoort dat deze landbouwers misschien niet op een manier planten en gebruik maken van de grond, zoals de inheemse en tribale volken ook gewend zijn om te doen, namelijk op een natuurvriendelijke, milieuvriendelijke manier. Mm-hmm. Dus ze voelen de bedreigingen van kaalkap. Als er kaalkap is, kunt u zich voorstellen dat wild, dieren, daar waar ze op jagen voor hun voeding, dat verdwijnt en zich verplaatst naar andere gebieden. U kunt zich voorstellen als er landbouw wordt gedaan en er worden pesticiden gebruikt, dat rivieren, kreken, alle wateren vervuild raken, vergiftigd raken. Nou, het zijn de vissen die daarin zijn, die ook als voeding wordt gebruikt. Maar water is heel belangrijk voor inheemse en tribale volken, ook nog vaak voor drinkwater. En andere manieren waarop ze baden erin, ze wassen hun vaat erin, al dat soort zaken wordt water ook voor gebruikt. Dus dat zijn hele grote bedreigingen en dat geeft hun geen gevoel van veiligheid voor een duurzaam leven in hun woon- en leefgebied. Dat heeft te maken met landbouw, maar hetzelfde kan verteld worden over bosbouw. Er is in ieder geval sprake van dat concessies, dat gronden worden uitgegeven. En wie geeft de gronden uit als het in domeingebied nog is? De overheid. Maar door het niet erkennen van, wettelijk erkennen van de woon- en leefgebieden van tribale volken, zijn alle gebieden waar inheemse en tribale volken wonen, domeingebied. Dus de overheid kan blijven stellen van, wij geven alleen maar domeingrond uit. En de minister van Landbouw kan zeggen, ik maak deze gebieden tot landbouwgebieden. Terwijl het eigenlijk gebieden zijn waar nog de bomen staan uit de oertijd. Ik noem het altijd de natuurlijke woon- en leefgebieden. De natuurlijke bossen waar nog niet die ongerept zijn. Ja. En het zijn die gebieden waar dan kaalkap gaat plaatsvinden. Dus het is niet alleen maar jammer en erg en bedreigend en geeft een gevoel van onveiligheid aan de inheemse volken. Maar het is ernstig voor het hele land. Het is gewoon in nationaal opzicht. Als je stelt dat Suriname het meest bosrijke land is in de wereld. En volgens de cijfers is dat nu nog steeds zo, maar als je dan op deze manier beleid voert en dit soort zaken laat plaatsvinden, dan zijn wij ook niet langer het meest bosrijke land en kunnen wij ook niet op basis daarvan aanspraken doen op mogelijkheden voor een manier van ontwikkeling van Suriname, dat één is met de natuur, dat in balans is met de natuur. Ja. En dat is waar wij naar uitkijken. Ja, en een van de bedreigingen die ik heb gelezen in het persbericht is de grondconversie die is afgekondigd door het staatshoofd in het afgelopen jaar. Mevrouw Artis heeft dus al verteld hoe dat dus een probleem kan vormen, omdat de inheemse gebieden eigenlijk domeingebieden zijn. Mm-hmm. Maar mevrouw Artis, kunt u dus ons meer vertellen over de invloed van grondconversie voor de inheemse gemeenschappen? Ja, inderdaad. Op dit moment zijn onze rechten op de grond niet bij wet erkend en beschermd. Dus dat wil zeggen, als de staat van mening is dat zij een bepaald gebied wil laten convergeren, naar zoals zij dat aangeven, eigendomsrecht, dan heeft men helemaal geen respect voor onze inheemse grondenrechten, zeggen wij. Omdat dat niet bij wet is erkend en geclassificeerd.
Dus als wij ons beroepen op onze grondrechten in deze, dan hebben wij juridisch geen backing. Uh-huh. En dat is de grote zorgpunt van onze gemeenschappen en van de FITS terecht ook. Omdat we al jaar en dag bij de regering komt, de regering gaat, aangeven dat zij inderdaad ook internationaal verplicht zijn om onze grondrechten te erkennen. Want er is een vonnis, de Kalina Lekono vonnis, dat tot de dag van vandaag niet is uitgevoerd. Maar we zien wel dat er verschillende besluiten, wetgeving worden aangenomen die onze vonnis in dit geval terzijde legt. En daarmee dus ook de bescherming die wij dus verwachten van de staat in dit land niet kunnen zien worden gerealiseerd. Dus op dit moment blijft het nog een enorme bedreiging. Ik heb recentelijk ook nog in de media vernomen dat inmiddels duizenden aanvragen zijn voor het omzetten van grondhuur naar eigendom. En er wordt helemaal geen woord gerept welke tempo, welke progressie, welke stappen voorwaarts worden gezet om de collectieve rechten van de inheemse volken over hun voorouderlijke gebieden te beschermen. Dus het blijft een enorme bedreiging voor ons. En we zien graag dat de staat ook werkt aan de rechtszekerheid die ze alle burgers, staatsburgers in Suriname zou moeten kunnen toekennen. Dat ook wordt toegekend voor de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Dus tot op dit moment zien wij geen vooruitgang op dat vlak. En we zullen blijven aankaarten bij de staat, maar ook bij internationale instanties, dat deze, in het bijzonder deze wetgeving, inbreuk maakt op onze collectieve rechten. Uh-huh. Wij hebben nog steeds niet gezien om welke aanvragen het gaat. We horen alleen in de media dat het gaat om duizenden, maar er is totaal geen transparantie. Dus we worden nog bezorgder over de situatie. En we zullen dus dit blijven aankaarten en erop blijven toezien dat onze collectieve gronden niet nogmaals weer slachtoffer worden in deze situatie. Ja. Ook de vorige regering is bezig geweest met de collectieve rechten van de inheemse en de Marong-gemeenschappen. Tot op heden is deze wet niet al dusdanig behandeld in DNA. Hoe kijken jullie daarop terug? Er is een aanvang gemaakt, dat is het afgelopen jaar. Het zou veel eerder, dat was de toezegging, dat het binnen een jaar behandeld zou worden, aangenomen zou worden, maar we hebben dat niet zien werkelijkheid zien worden. Integendeel, zoals ik daarnet aangaf, is een wetgevingsproduct zoals de grondconversie, is dat wel middels een presidentieel besluit doorgedrukt. Ondanks belangrijke staatsorganen dat advies hebben gegeven om dat niet te doen. FITS is dus ook niet stilgebleven. En we hebben dus inmiddels gezien het afgelopen jaar dat het wel in het parlement op de agenda werd geplaatst. De behandeling is begonnen. Maar ook daar hebben we weer nogmaals mogen zien dat de bewustwording over onze collectieve rechten, wat dat precies inhoudt en waarom het van belang is dat Suriname ook wetgeving daarvoor zal aannemen, dat die bewustwording zoek is. En waarom zeggen we dat? Suriname is het enigste land in het Amerikaans westelijk halfrond dat nog geen wetgeving heeft. Alle andere landen hebben dat al in place. En Suriname alleen sukkelt nog. En wat we hebben opgemerkt in het parlement, worden er allerlei redenen aangehaald waarom het niet geregeld zou moeten worden. Waarom het op een andere manier, op een Surinaamse manier geregeld zou moeten worden. Terwijl er vonnissen zijn die de staat Suriname heeft opgelegd om dat wel in orde te maken. Er zijn een aantal procedures ook uitgezet in het vonnis. Hoe de regering dat zou moeten aanpakken. In samenspraak met de betrokkenen, met de rechthebbenden. Maar tot op dit moment moeten we helaas toegeven dat al die inspanningen van de afgelopen jaren, waar de FIT zelf ook direct bij betrokken is geweest en heeft bijgedragen, dat het helaas niet heeft geresulteerd in een wetgeving dat is aangenomen door het parlement. Dus wij hebben dit nieuwjaar weer op ons programma dat we daar keihard aan moeten gaan trekken van onze kant samen met de gemeenschappen. Die bewustwording is een proces waar we al jaren mee bezig zijn. En ook naar de regering toe zullen we dat moeten blijven voortzetten.
Uiteindelijk is het de staat die de verantwoordelijkheid heeft naar de inheemse gemeenschap toe om die rechtszekerheid nou uiteindelijk een feit te maken voor alle Surinamers, in het bijzonder de inheemse gemeenschappen en de tribale gemeenschappen in Suriname. Dus van de kant vanuit de FITS zullen we onze inspanningen blijven plegen en dat zal respectievelijk inhouden dat het traditioneel gezag van alle dorpen, dat zij dus die capaciteitversterking die ook nodig is om verder onze rechten te kunnen waarborgen binnen hun gebieden, om ook daarna te kunnen handelen, dat de FITS die inspanningen zal blijven plegen onder ons eigen gemeenschap, maar ook daarbuiten. Ja, mevrouw Frans, u haalde net aan dat u denkt dat de bewustwording ontbreekt over de collectieve rechten van de inheemse en de Maron gemeenschappen. Maar voordat een wet in behandeling wordt genomen, worden er hearings gedaan onder de belanghebbenden. Dus zo ook onder de inheemse en Maron gemeenschappen. Mevrouw Artis, denkt u dat er politieke belangen zijn of dat mensen het letterlijk niet, oh ja, de bewustwording niet voldoende is doorgedrongen? Ja, nou ik ben bereid om het heel scherp te stellen. We weten allemaal in Suriname dat er politici zijn en dat er kapitaalkrachtigen zijn die bang zijn om bijvoorbeeld collectieve grondrechten aan inheemse en tribale volken toe te kennen. Ze zijn bang dat zij misschien die ontwikkelingen, dat wat zij ontwikkelingen noemen, wat vaak gaat om destructieve industrie, en daarmee bedoel ik goudmijnbouw, gas en olie, grootschalige houtkap, maar ook al het ontginnen, het mijnen van andere mineralen, dat ten koste zal gaan daarvan dat zij het geld niet kunnen verdienen die ze denken dat ze kunnen verdienen als inheemse en tribale volken grondrechten, collectieve grondrechten krijgen. Wat het geval zal zijn, is dat inheemse en tribale volken in gemeenschappen zelf zullen bepalen en kunnen bepalen wat hun ontwikkeling is. Als zij niet voor goudmijnen kiezen, zullen ze dat inderdaad niet toestaan in hun woon- en leefgebied of op plaatsen waar zij de nadelige effecten van die goudmijning zullen ondervinden. Wat wij ook durven te stellen is dat deze inheemse en dat inheemse gemeenschappen ook al hun eigen plannen beginnen te ontwikkelen over de ontwikkelingen die ze wel willen. Uh-huh. Namelijk, wat ik al eerder zei, in balans met de natuur. Uh-huh. In manieren ontdekken, manieren verder uitbouwen, want ze leven natuurlijk al eeuwenlang in balans met de natuur. Maar hoe kan je die zaken waarop ze leven, de wijze waarop ze leven, verder ontwikkelen zodat ze daar een goede living van kunnen hebben, zelf als gemeenschap, maar misschien ook wel groter in het land als Suriname, zodat goudmijning en andere destructieve industrie niet nodig is. Dus dat is zeker één zaak en we hoeven daar geen geheim van. Ik vertel niet iets nieuws. De hele Surinaamse gemeenschap weet dat die politici en weet dat die kapitaalkrachtigen er zijn die invloeden hebben, ook op parlementariërs. Maar tegelijkertijd wil ik ook zeggen dat als we praten over de staat Suriname, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het vonnis, dan hebben we het met name over de president, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Justitie. Dus we kijken met name nu, dit jaar zeker, naar deze drie leidinggevenden, nationale leidinggevenden, om te zien welke stappen, hoe gaan, want tot nu toe hebben we voornamelijk met het parlement gesproken. Logisch ook, zij zijn ook onze volksvertegenwoordigers. Maar we zullen nu zeker ook kijken naar deze drie leiders, om te zien hoe zij achter het vonnis zullen staan en zullen zorgen voor een zeer spoedige uitvoering van het vonnis. De inheemse volken
ook de tribale volken, maar zeker de inheemse volken, met als hun instituut FITS, is vasthoudend en sterker ervan overtuigd dan ooit tevoren dat we harder onze eisen moeten duidelijk maken en ervoor moeten strijden om te zorgen dat de wettelijke erkenning van al onze collectieve rechten gerespecteerd worden en omgezet zullen worden in wetgeving. Mm-hmm. En natuurlijk, bewustwording is zeer belangrijk. FITS is ermee bezig. We verwachten ook van de overheid dat zij, ze zijn al een beetje begonnen, dat ze verder zullen gaan. We zijn bereid met iedereen mee te werken en om deze bewustwording beter aan te pakken, want we weten dat het de mensen overlaat. We willen dus graag medewerken ook aan mediaprogramma's, aan schoolprogramma's. We willen graag praten met alle maatschappelijke groepen om duidelijk te maken wat wij feitelijk opeisen. En wat onze rechten, wat die collectieve rechten inhouden. En dat het geen bedreiging is voor geen enkele Surinamer. Maar dat er juist hele mooie en goede stappen gezet kunnen worden voor een nationale ontwikkeling. En daar geloven wij zeker in, waar iedereen voordelen aan zal kunnen hebben. Ja, en wanneer de staat plannen of beleid maakt, dan moet het in het belang zijn van iedere burger van Suriname. En heel vaak wanneer er concessies worden uitgegeven, dan wordt er gesteld dat het voor de ontwikkeling is van het land. Mm-hmm. Hoe denken jullie dat zonder dat er concessies worden uitgegeven, de inheemse samenleving kan bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname? Nou, als ik daarop mag ingaan, het feit dat we kunnen bijdragen, het is heel belangrijk om bij stil te staan dat er heel veel waarover Suriname nu bekend wordt, wereldwijd bekend wordt, om haar rijke natuur, haar cultuur. Maar laat me daar vooral focussen op het natuurgedeelte. Is vanwege het feit van de bewoning door inheemse volken. Wij staan wereldwijd bekend en ik ben er heel trots op, ook als jonge inheemse, dat wij in harmonie kunnen leven met de natuur. We hebben niet veel nodig en we vragen ook niet veel. En ik denk dat dat soms een nekslag voor ons wordt, omdat we niet zoveel eisend zijn. We zijn al gauw tevreden met datgene dat we hebben. Een vis dat is gevangen, dat we vandaag kunnen voorbereiden, wat groente erbij en dat is het voor de dag. Weet je, en dan kijk je weer wat de volgende dag te bieden heeft. Wat kan ik uit het bos halen, wat kan ik uit een zwamp halen of zo. Dus heel tevreden, maar dat heeft inderdaad ook ertoe bijgedragen dat de gebieden waar wij zo bekend om staan, bosrijke gebieden noemen we dat, in stand zijn gehouden, intact zijn gebleven. En dat is een grote bijdrage. En in de toekomst zal dat steeds duidelijker worden, want we merken vooral, internationaal, lokaal, regionaal, wanneer we praten over ontwikkeling, duurzame ontwikkeling, zijn er deze voorbeelden die naar voren worden gehaald. Van, laten we kijken hoe inheemse volken nou in harmonie leven met hun omgeving. Laten we die case studies naar voren schuiven. Hoe kunnen we die modellen gebruiken om nationaal te kijken naar duurzame gebruik, beheer van onze natuurlijke rijkdommen. Dat zijn de zaken die we iedere keer weer horen. En wat jammer is, is dat wij in Suriname ons niet zodanig hebben verdiept daarin. Wij kijken juist naar, de dorpen zijn traditioneel, ze zijn niet modern, ze zijn niet bij de tijd. En dan wordt er neergekeken naar onze economieën. Terwijl wereldwijd men al bewust is dat dat is het model dat we van kunnen leren. We zeggen niet dat de hele wereld traditioneel moet gaan leven en dat zou een onrealistische eis zijn. Maar wat we wel verwachten is de waarden en de normen die inheemse gemeenschappen hebben, traditionele samenlevingen hebben, die ertoe hebben geleid dat datgene wat we zo waarderen, ons natuur, dat het intact is gebleven, dat er zeker duurzame elementen zijn die we nationaal kunnen meenemen als we praten over een ontwikkelingsmodel. En let wel, het is niet één model, maar er zijn verschillende modellen. Weet je, dus je houdt rekening met de waarden en de normen in een samenleving. En vanuit de inheemse gemeenschap zeggen wij, datgene dat we hebben meegekregen van onze voorouders, om in respect met elkaar
met ons natuur te werken naar een betere toekomst, dat dat een grote bijdrage is voor de totale Surinaamse samenleving, maar ook voor de wereld. En dat is wat we graag willen bijdragen, maar om dat te kunnen doen, moet dat stukje erkenning ook van te pas komen. Ja. Want als je niet kan erkennen dat dat onze bijdrage is, maar ons alleen zien als te zijn, we moeten altijd sociale steun geven aan de groep. Want dat is inderdaad ook een kijk naar onze samenleving toe. Maar dat is ook een verhaal op zich. Want inderdaad, als je kijkt naar de sociale economische ontwikkeling van onze inheemse gemeenschappen in dit land, dan zie je dat wij een grote groep vormen die afhankelijk weer zijn van de ondersteuning die vanuit land die wordt gegeven, zeggen we. En hoe gaat dat samen met die grote bijdrage die wij juist willen geven aan Suriname en aan de wereld? En ik stel hier vandaag dat de bijdrage die wij kunnen leveren, is een bijdrage die niet alleen afkomstig is van ons, maar alle generaties die voor ons op dit continent hebben gewoond. Dat we vandaag de dag kunnen praten over 90% zoveel bos, is te wijten of te danken aan onze gemeenschappen, inheemse volken. En kijken naar de toekomst toe, zeggen wij, de uitdaging wordt steeds groter. De drijf om rijke bosgebieden te exploiteren wordt steeds groter. En wij zeggen, wat wij nu juist nodig hebben, is dat datgene wat nog bestaat, dat nog intact is, om dat te behouden. En dat kun je met onze kennis, met onze know-how, kan dat gerealiseerd worden. En we zijn bereid om dat ook te delen met de rest van de Surinaamse samenleving. Maar nogmaals, het komt terug op de basisvraag dat wij decennia lang al op tafel hebben gelegd. Erken onze culturen, erken onze gebieden en wij zullen in staat zijn met de andere Surinamers ervoor zorg te dragen dat dat inderdaad intact blijft. Want ook de mensen in Paramaribo hebben deze bosrijke gebieden, zoals wij dat noemen, zij zijn ook afhankelijk daarvan. Ja. Toch? Het is niet alleen voor de inheemse, het is niet alleen voor de tribale. Het is voor het totaal land. Gaat het goed in het binnenland, bent u gegarandeerd dat het ook goed zal gaan in de stad. Dus ik geloof dat we in dit jaar veel meer daarover zouden kunnen delen met de samenleving. Vanuit regio's, vanuit dorpen, de initiatieven waarmee de gemeenschappen allemaal bezig zijn. Om niet alleen met extractieve industrieën bezig te zijn, maar vooral ook vanuit die bewustwording dat we in harmonie, datgene dat we toen hebben geleerd van onze voorouders, dat we dat kunnen toepassen. Dat denk ik concreet aan kunstwerken, vlechtwerken. Dat zijn allemaal zaken die door de jaren heen dat we hebben meegekregen, maar ik merk nu zelf ook bij de FITS dat er veel meer vraag is naar die natuurproducten. Uh-huh. Hebben jullie die in voorraad? Het wordt niet alleen maar nationaal gevraagd, regionaal, internationaal. Dus er is potentie, er zijn mogelijkheden. En ik neem aan dat we vanuit deze punt uit alle andere Surinamers ook bewuster daarvan kunnen maken. Dat het niet alleen gaat om een traditionele samenleving dat straks gemoderniseerd gaat worden, maar het gaat om samenlevingen die een bruisende toekomst tegemoet willen gaan in dit land Suriname. Omdat die potentie er is en we geloven erin. En nogmaals, zoals ik zei, vanuit de FITS willen we dat heel graag in dit jaar nog verder belichten. Ja. En behalve bewustwording en de erkenning van de rechten van de inheemse en Maron gemeenschappen, zijn er andere zaken waarop FITS zich in 2024 op zal richten? Ik geloof vooral het stukje van leiderschap waarover we praten. Dan gaat het niet alleen om zeg maar een dorpshoofd, een basha, maar het gaat ook bijvoorbeeld om jongeren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook een periode heb gekend waarbij ik niet bewust was van mijn inheemse identiteit en de plek die wij hebben in dit land, dit mooie land Suriname. Maar naarmate ik bewust ben geworden van waar we komen, en vooral de rijke historie, rijke cultuur van de verschillende inheemse volken in dit land, dan kom ik steeds weer tot het besef dat datgene dat we noemen Adayali Tamushi ons heeft meegegeven, dat is de relatie met de natuur, dat iets is dat we heel erg dankbaar voor moeten zijn. Ik zeg per se in dit verband niet trots, want trots kan jou soms op een plek brengen waarvan je denkt van ik kan alles, ik heb niemand nodig. Maar ik ben nu op een plek gekomen van heel veel dankbaarheid.
En vanuit die plek van dankbaarheid wat de creator, de schepper aan ons heeft gegeven als inheemse volk in dit land, is het onze verantwoording om dat met anderen te kunnen delen. We willen geen grondrechten voor onszelf. Laat me dat ook duidelijk stellen. De grondrechten waarvoor wij pleiten en waarop wij recht hebben, hebben allemaal te maken met onze geschiedenis van waar we komen en waar we naartoe willen gaan. Uh-huh. We zijn op deze plek geplant, niet uit eigen vrije wil, zeg ik dat. Het is door de creator gegeven. En wat hij aan je geeft, ga jij dan moeten omzetten. Je moet dat, het moet voordelen brengen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor jouw omgeving. En in ons verband zeg ik nogmaals, het gaat een stukje leiderschap vragen. Dat je niet blijft zitten en accepteren datgene wat met ons gebeurt in dit land. Nu onze ogen geopend zijn geworden, moeten wij stappen kunnen ondernemen. En een manier daarbij is, laat je onderwijzen. Als je niet bewust bent, bijvoorbeeld in mijn geval, ik was niet bewust van mijn positie als inheemse in dit land. Ik heb een gelegenheid gekregen via de FITS toen als student om een onderzoek te doen. Neem zulke kansen met beide handen aan. En je zal geen spijt van hebben, want ik heb er geen spijt van. Wat ik nu wel doe, ik probeer andere jongeren ook bewuster te maken van luister, het is niet een issue van de ouderen alleen. Jij komt nog. En de strijd die de ouderen nu voeren, is niet voor zichzelf, want ze krijgen niet meer tijd hier. Het zijn de jongeren die opkomen en voor die jongeren streven wij. En hoe mooi zou het niet zijn als jongeren ook kunnen opstaan en ook een bijdrage kunnen leveren aan die strijd die we voeren. Dus voor dit jaar zie ik als focus, ook vanuit de FITS, is versterking van leiderschap. Niet dat we met iets nieuws gaan beginnen, want we hebben leiders onder ons, niet per se alleen dorpshoofden. Maar wat heel belangrijk is, dat de grote verantwoordelijkheid voor onze gemeenschappen natuurlijk rust op de schouders van de dorpsbesturen. Dus ook dat stukje krijg, ook dit jaar vervolgen we met verdere capaciteitsversterking. Als we denken aan actuele ontwikkelingen die te maken hebben met inheemse gemeenschappen. Niet alleen in Suriname, maar ook buiten onze grenzen. En ook met jongeren. Dat die bewustwording er ook is bij de jongeren. Dat zij ook een rol hebben te vervullen. En dat ze gezamenlijk met de traditionele gezagsdragers kunnen werken aan de doelen voor hun eigen gemeenschap, respectieve gemeenschap, regio's en natuurlijk ook op nationaal niveau. Dus van mijn zijde uit zou ik zeggen dat leiderschap zeker een belangrijke is. En daarmee inspireer je ook andere jongeren om zich te blijven interesseren in de dagelijkse issues van onze gemeenschappen. En werkelijk ook te werken naar een stukje oplossing. Dus dat zou ik willen aangeven. Ja. Dankjewel aan mevrouw Frans. Mevrouw Artis, heeft u aan het eind een boodschap voor de beleidsmakers, maar ook voor de totale Surinaamse gemeenschap? Ja, ik vind het een hele mooie vraag. Het is inderdaad zo dat beleidsmakers vaak van achter hun bureau beleid maken. Vaak genoeg hebben beleidsmakers niet dat ze van slechte wil zijn, maar ze beseffen gewoon niet wat er speelt in de inheemse en tribale gemeenschappen. Ze zijn zich er niet van bewust hoe een vrouw 's ochtends opstaat en moet zorgen dat de kinderen, als er een school is in het dorp, de kinderen naar school moeten gaan. Wat ze allemaal voor handelingen moet doen om die kinderen ook met een volle maag, zeg maar, naar school te sturen. Het begint met opstaan, water halen, kijken of er wat aan eten is, hoe dat eten, wat er beschikbaar is en daar iets van te maken. In de meeste gevallen gaat het om wat toespijs en wat cassavebrood. En zeker als er geen brood meer in het dorp te verkrijgen is, dan valt men zeker terug op deze zaken. Maar het kost gewoon veel tijd, veel energie, alleen maar om dat stukje te verkrijgen. Die beleidsmaker weet dus niet dat er geen brood of zo in het dorp te verkrijgen is. Niet dat het brood zo belangrijk is, maar de mogelijkheden van het dorp zijn minimaal wat dat soort zaken betreft. De beleidsmaker weet niet dat, ik kom net terug uit Donderskamp, een boot van Donderskamp naar Boskamp,
de dichtstbijzijnde gelegenheid om naar de winkel te gaan om wat spulletjes misschien te kopen. Als er één keer in de maand een lijnboot gaat, die niet door de overheid wordt gesubsidieerd overigens, moeten de mensen 500 SRD betalen. Ik ben nu met in deze lijnboot gestapt om terug te komen naar huis. Er waren mensen in die boot die geld willen opnemen, zodat ze weer wat dingen kunnen inkopen. Dan kunnen ze alleen maar bij een ATM kunnen ze 2000 SRD opnemen. Okay. Dan betalen ze 500 heen, 500 terug. Dus de helft van die 2000 is al op. Dus ze zijn verplicht om langer in, om naar de stad te gaan, of naar Groningen of zo, waar er een bank is, zodat ze bij de bank iets meer kunnen opnemen. Maar langer in de stad verblijven betekent dat je ook eerst nog een bus moet nemen. Je moet in de stad verblijven, je moet, misschien kan je bij familie verblijven, maar je kan niet met lege handen aankomen. Je gaat meer geld uitgeven, et cetera, et cetera. Een klein voorbeeldje, en het lijkt er zo op nu, zoals ik het verteld, alsof al die inheemse allemaal naar de stad willen gaan om inkopen te doen. Dat is ook weer niet zo. Maar dat moment komt in elk gezin voor. Een beleidsmaker beseft niet wat die kosten, wat die uitgaven zijn voor zo'n persoon. Als een vrouw, een man in een dorp, een kleine onderneming wilt starten, dan geldt hetzelfde liedje in feite, want die persoon moet ook geld lenen, misschien bij de bank. Die heeft geen borg, want die heeft geen perceel, die heeft geen huis. Die kan alleen maar een kleine persoonlijke lening nemen dan misschien. En moet voor het aflossen van die lening elke maand teruggaan naar de stad met diezelfde uitgaven om die kleine persoonlijke lening af te kunnen lossen tegen een rente die we allemaal kennen dat het heel hoog is. En dus misschien wel 2 keer, 3 keer zoveel terug moet betalen dan wat die persoon heeft geleend voor het opstarten van een kleine onderneming. Dus de kansen en de mogelijkheden voor inheemse in dorpen zijn zoveel kleiner van elke andere Surinamer. En het is heel jammer dat beleidsmakers meestal van achter hun bureau het beleid maken. Hoorzittingen hebben tot nu toe niet gewerkt. Misschien worden er zaken naar voren gebracht, maar de keuzes, de besluiten, die liggen niet bij de dorpelingen, die liggen bij op het commissariaat of bij het ministerie zelf. Dus de hearings, de hoorzittingen zetten geen zoden aan de dijk. Wat wij nu proberen te doen bijvoorbeeld, is om beleidsmakers uit te nodigen naar een van de dorpen. Ik ga er verder nog niet goed verder over uitweiden, want de uitnodigingen zijn nog niet de deur uit. Maar dat is begin februari misschien interessant voor ATV om mee te komen. Wij zullen beleidsmakers uitnodigen naar een van de dorpen om ze te laten zien wat de rijkdommen voor de mensen zijn, wat ze allemaal halen uit de natuur, hoe ze daarmee omgaan, wat ze daarvan maken, wat die producten zijn. Dus wat alle kansen zijn voor die mensen in de dorpen. Ze zullen ook te horen krijgen wat de bedreigingen zijn. Dat moeten beleidsmakers ook weten. Zodat wanneer er nieuw beleid gemaakt wordt, tenminste ook inclusiviteit, zeggen wij. Dat inheemse en tribale volken meegenomen worden in het maken van beleid. Dat ze hun stem kunnen laten horen, dat ze inspraak hebben. En dat ze ook kunnen uitgeven hoe beleid moet worden uitgevoerd. Dat mankeert er op dit moment nog aan. Maar we zien mogelijkheden. Ik moet er ook bij zeggen dat afgelopen jaren er een programma is geweest vanuit de UN. En dat programma heeft ook te maken gehad met inclusiviteit van inheemse en tribale volken. Dus er zijn rapporten geschreven nu, die zullen ook binnenkort worden aangeboden aan de overheid, zodat we van de verschillende kanten die ondersteuning ook aan de beleidsmakers willen geven. En we in ieder geval dit jaar gezamenlijk verder kunnen gaan om dat te verbeteren. Dank u wel. Graag gedaan. Celine, wilde je nog iets zeggen? Ja, ik denk wat ook belangrijk is voor dit jaar is die
onderlinge samenwerking binnen regio's. Want de FITS beslaat 54 dorpen, inheemse dorpen in Suriname. En dat is al een heleboel. Maar door de jaren heen hebben we dus altijd ernaar gestreefd om die samenwerking onderling bij de dorpen zelf, om dat ook te versterken. En ook dit jaar gaan we dat blijven voortzetten. Bijvoorbeeld als we praten over regio Oost-Suriname, dan is de Kalinia Lekone Fonds één van de hoogste prioriteiten, als het niet de belangrijkste is, binnen die regio. Maar ook nationaal voor alle inheemse dorpen in Suriname. Dus ook voor dit nieuw jaar heeft regio Oost aangegeven dat ze verder gaan. Dat ze ook gaan blijven monitoren hoe de staat omgaat met het vonnis. En alle afspraken die gemaakt worden met de regio, dat die ook worden nageleefd. Zo heb je ook in regio Para 15 inheemse dorpen die ook dus gezamenlijk optrekken. Het is niet makkelijk. Daarom haal ik het nu in dit gesprek aan, dat het ook aandacht vraagt en energie vraagt om dat te blijven voortzetten. En ik merk dat als derden verzoeken hebben om met de FIT samen te werken of met een specifieke regio samen te werken, dat ze hun weg nu wel vinden. Dat ze dus niet individuele dorpen gaan benaderen, maar de regionale organisaties, in dit geval bijvoorbeeld PARA, dat je de organisatie OSIP hebt van samenwerkende inheemse dorpen in PARA, zodat er op een collectieve manier nagedacht kan worden over plannen, voorstellen die er liggen om het leven in de dorpen te verbeteren of op een hoger niveau te brengen. En dat is iets waarvoor de FIT staat. Het gaat niet alleen om één individu of één organisatie, maar het gaat om totale samenlevingen. En we zeggen, pak dat dan collectief aan. Als het nationaal is, nodigen we ze allemaal uit naar de FITS. Als het gaat om een specifieke regio, kunnen we ook faciliteren dat de verschillende regionale organisaties in deze OSIP, in Oost, dat praat over de Klim, dat deze instanties worden benaderd. Ook in West-Suriname heb je dan de 6 inheemse dorpen die samen werken binnen regioverband. Dat dat allemaal nog meer vaart mag nemen in dit jaar. Dat we dus aan het einde van 2024 kunnen terugblikken op succesvolle samenwerkingsverbanden, maar ook versterking van die onderlinge begrip en verstandhouding tussen de dorpen. En dat de overheid dan ook kan zien dat de inheemse heel goed georganiseerd zijn. Dat zijn we trouwens al, maar het kan steeds beter. Dus ook in dit jaar zullen we daar ook aandacht aan besteden. Ik denk dat dat voor nu het is, dat we heel veel hebben om te doen. Maar dat zijn eigenlijk de pijlers. Ja, en misschien tot slot, we gaan naar de volgende 30 jaar. Oh ja, dat is ook een mooie. Inderdaad. Dus vorig jaar hebben wij een bijzondere publicatie uitgebracht van de FITS. 30 jaar FITS standvastig op de moeizame weg naar de toekomst. En voor dit jaar kijken we dus inderdaad uit nog naar meer 30 jaren FITS. En waarbij onze slogan Respecti Giuletti. Dat een bekende slogan mag zijn, maar ook een realiteit mag zijn voor alle gemeenschappen in Suriname. Duidelijk, dankjewel dames. Zo kijkers, met deze woorden zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van In Gesprek Met. Blijft u afgestemd, want volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.